Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben gisteren uit geweest. Dit is mijn make-up nog van gisteren. Ik zie er echt niet uit. Ik heb mijn badjas ook aan. En ik ga even lekker ontbijten op het balkonnetje. Op Tenerife. Dus, en ondertussen heel even op mijn laptop. Dus dat ga ik nu lekker doen. Sorry voor mijn hoofd. Oké, papa en ik lopen buiten, want we gaan even broodjes halen. En we hebben wel gisteren zo beleggen, zo gekocht en drinken. Maar we willen natuurlijk wel verse broodjes. We gaan kijken of bij de supermarkt verse broodjes zijn. En daarna gaan we lekker naar het strand toe. Want die hebben we nog niet echt gezien. Alleen gisteren heel even. Dat zag er wel mooi uit. Oké, we staan in de lift. Want wij gaan nu naar de auto lopen. En dan het is echt vroeg voor. Stop. Het is helemaal niet zo vroeg. En dan gaan we naar het strand toe. We gaan naar... Ik weet niet hoe het strand heet. Het lijkt een heel mooi strand te zijn. Dus daar gaan we nu naartoe. En wat ik aan heb is dit topje van de Primark. Die ik een beetje omhoog moet doen. En dit rokje is van Conquest Fashion. En dit is de prachtige hal in ons hotel. We zitten al een tijdje in de auto. En we zijn er bijna 5 minuten. En we rijden nu langs allemaal... Wat waren het? Booreilanden? Dit is de haven van Santa Cruz. Ja, de haven van Santa Cruz, de hoofdstad van Tenerife. En we rijden nu hier. En hier zijn al die... Dit is de haven. Wij zijn aangekomen op het strand. Oké, we zijn al een tijdje op het strand. We hebben hier 2 bedjes, 3 bedoel ik. En ja, het is best wel een beetje koud overal. Nog niet klagen, maar 20 graden of zoiets, maar alsnog. En ja, we hebben nu best wel een beetje wat dorst, dus we gaan even wat drinken halen. Het strandje is wel super leuk. Ligt zo tussen deze bergen. Dus dat is wel heel nice. En het zand is ook heel chill. Het is alleen dus gewoon, het weer is gewoon niet chill omdat het zo bewolkt is. En ik hoop dat jullie me horen door de wind. Ik moet de weg doen. Oké, we hebben de hele tijd op het strand gelegen. En we gaan nu met de auto weer terug. Of gaan we eerst nog naar de McDonald's? Nee. Weet ik ook niet. Ik ga als eerst douchen. Klaar. Punt. Oké. Moet ik nu gaan lachen of zo? Oké, we hebben net bij de McDonald's gegeten. Wij lopen nu weer terug naar ons hotel. Dat is... Ik weet niet of je het kon zien. En dan gaan you en pap gaan straks voetbal kijken. Ja, dat is pas om 8 uur hoor. Ja, welke wedstrijd gaan jullie kijken dan? Om 8 uur. Welke wedstrijd gaan jullie kijken? Manchester United tegen Leicester City. Oké, dus ja, leuk. En nu ga ik even lekker als eerst douchen. Oké, het is inmiddels 8:30. En ze zijn voetbal aan het kijken, daar had ik geen zin in. Maar ik verveel me nu zo erg dat ik dat ook maar ga doen. Dus ik heb net lekker gedoucht. Ik heb een lange broek aan, omdat ik het echt super koud heb. Ik weet niet of dat kan. En dan ga ik maar even voetbal kijken. Ik heb daarnet online kleding geshopt. En de man die zit me echt heel erg aan te kijken. En het is echt heel ongemakkelijk. Dus ik ga nu stoppen met filmen. En geen geld meer uitgeven. Oké, we zijn uit eten. Wat heb je besteld, Jules? Ik word hier eens genegeerd. Lekker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ja. Zaterdag. En we zijn al een tijdje wakker. We hebben al ontbeten en geluncht, een soort van. En wij gaan nu naar een strandje in het zuiden van Tenerife. Want het is nu heel erg bewolkt. Zoals elke dag hier zo. Dus wij lopen nu richting de auto. Ik weet nog niet of dit een nieuwe video is. Maar doe alvast een blauw duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal. En heel veel kijkplezier. En ik was gisteren een klein beetje verbrand in mijn gezicht. Dat is nu wel gelukkig een beetje bijgetrokken. Dus het is nu eigenlijk wel best wel bruin. We lopen nu richting de auto. En dit is het weer dus een beetje. Het is
Het is niet koud, maar het is gewoon overal heel erg bewolkt. Het ziet er zeker heel raar uit. Oké, wij liggen al een uurtje bij het strand. Lijkt ik nu koud? Geen idee. We liggen bij... Ja, hoe heet het strand ook weer? Hoe heet het strand ook weer? Americanos of zo, weet ik veel. En toch, ja. En het zand is echt vulkanisch pas. Het is gewoon echt zwart. Maar voor de rest is het water heel erg blauw. Ik weet niet of dat goed overkomt op camera. En we liggen hier dus nu al een uurtje. En we gaan zo meteen lekker doorzonnen. Pap, omdat je nog nat was. We liggen dus op het gras. En we hebben net van die bedjes gekocht. Wat? Ach, reacties. Voor het grote. Sowieso niet. Hoeveel dan? We zijn nu even wat eten. Nou, we gaan wat eten. We hebben net wat cola besteld. En we gaan even een hamburgertje eten. En een broodje. En hier zijn we aan het eten. En dit is het uitzicht. Toppie! Oké, we zijn de hele dag op het strand geweest. We hebben net een ijsje gegeten. Dus ik ben een beetje vol. Verbrand? Nou. Verbrand. Nou, misschien ben ik deze keer niet verbrand. Nou. En het is nu bijna 6:30 of zo. We moeten nu nog een uur naar huis rijden. Zin in. Oké, Joel en ik lopen nu buiten. Want wij zijn... Ja, dat maakt me echt niet uit. Nu al helemaal niet. En we zijn onderweg naar de straat waar alle clubs zitten. We hebben net even lekker wat gedronken. Wat wil je? Is sterk? Ja, best wel. Oké. Maar wat we aan hebben, Joe heeft een ballershirt aan en een broek van de Bershka. En ik heb jumpsuit aan van 10 euro. Oh, nep schoenen. Ja. En ik heb een jumpsuit van Naked. Kortingscode 20 Janette voor 20% korting. En schoenen van Puma. Met kortingscode. Die kale maan met jou. En ik heb een jasje van Stella McCartney. Die is echt wel nep, maar oké. Okay. Echt nep. Echt wel nep. En we zijn nu onderweg. Gelukkig zijn we pas 600 keer aangesproken. Dat heb je al gezegd. Oké. Okay. Is hij scherp? Ja, denk ik. Oké, we zijn net uit geweest. En we gaan nu even lekker wat eten. Wat heb je besteld? Vegetarisch weer. Hamburger met cola. En frietjes met cola. Heel lekker. We zijn echt heel erg moe en ik zie er echt uit als een lopend lijf. Nou, oké. En morgen gaan we... Morgen is zondag, toch? Wat gaan we morgen doen? Geen idee wat morgen. Nee, we gaan pas over een week naar huis. Jeez. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik kon mijn eigen hoofd echt niet aanzien. Maar het is weer een nieuwe dag. Joel en ik zijn gisteren uit geweest. Wat vond je gisteren van het uitgaan, Joel? Wat vond je gisteren van het uitgaan? Leuk. Leuk, hè? Fantastisch, met je broertje uitgaan. Grootste tip die je kan geven. Heb je heel veel zin in deze nieuwe dag? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En heel veel kijkplezier. Wij zijn aan het lopen richting de auto. Dit is mijn make-up nog van gisteren. Mijn haar is echt gekkie. Maar het is weer bewolkt en slecht weer. Super jammer, dus wij moeten... Ja, moeten. Gaan met de auto nu een uurtje rijden. Naar een andere plek toe, ander strandje. En daar is het hopelijk weer beter weer zoals gisteren. Dus we lopen nu richting de auto. Wat ik aan heb is... Ik weet niet of het goed kon zien. Dit is van Zavel. Met gewoon een bikini eronder. En die is volgens mij ook van Zavel. Want anders kan dit namelijk echt niet. Dus dan heb je namelijk dit zonder bikini. Is een beetje raar met een BH. En Oké, we waren net op het... Op de rotonde neemt u de derde afslag. We moeten achter die bus aan. Toch?
Ja. Oké, okay, we waren net op het surfstrand. Dat was echt verschrikkelijk. Dus we gaan nu weer naar het strand van gisteren. En we hadden een stopbrood in de auto. En ik vroeg aan Joel of hij het kontje voor mij wilde bewaren. Dan krijg ik letterlijk dit. Het kan toch niet? Mag niet terug? Ja, hier eet jij hem nu maar op. Nu hoef ik het niet meer. En we zijn er over 3 minuten. We moeten even die parkeergarage vinden. Ja, weet ik. Was rechtdoor. Oké, okay, we liggen bij het strand. Bij... Playa Les Americanos of zoiets. Ja, ik weet het ook niet precies. En het is echt super warm, dus wij gaan even wat eten. We zijn hier namelijk al een uurtje of zo. En hier beneden is de zand, alleen er is alleen maar water. Dus ja. En daar is het echt super druk. Dus wij blijven hier lekker op het gras liggen. Wij zijn lekker aan het lunchen. Eet smakelijk. Kaatje. We hebben net 100.000 uur gezocht voor een plek. Maar we hebben uiteindelijk een plek kunnen regelen. We lopen nu weer terug naar ons hotel toe. En dan ga ik echt even lekker douchen, want ik heb het super koud. Gewoon echt. Waarom heeft die man een boom in zijn hand? Oké. Okay.